Oh, jullie zijn er al. Oh. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om een belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online gaat komen. Ik heb weer al een hele slechte nacht achter de rug. Ik geef het eerlijk toe. Ik heb het nog moeilijk. Ik heb een heel slechte nacht gehad. Ik heb al veel wakker gelegen. Ik heb ook al ondertussen tijd een kopje koffie uit. Ik heb al boterhammen met confituur al opgegeten al vandaag. Nu ben ik integraal aan mijn website bezig. Ik heb Bea haar vlog al in elkaar gestoken. Ik heb mijn eigen vlog in elkaar gestoken. Mijn vlog staat nu op renderen. Dus de titel gaat heten, ziekenhuisbezoek MR-scan. Valanja. Dan heb ik hier ook nog boksen aangezet, dus voor. Allee. Voor wat muziek te hebben, hè? Of we kunnen ook zeggen zomersmuziek. Allee, zomersmuziek! Ah ja, ik ben hier ook nog heel zwaar aan het downloaden. Ik ben dus weer alle muziek tussen echt aan het downloaden van YouTube of de Freeware Copyright Music. Maar ja, ik ben ook nog integraal bezig op mijn website. Daar zou ik copyright claim, dat wil ik dus niet. Dus ik ben ook nog heel zwaar bezig op mijn website. Dus ik ben weer al bezig met de LAN-party kalender games. Ben ik momenteel mee bezig. Ja, dus met de LAN Party Games dus ben ik aan het toevoegen, want daar is nog redelijk veel werk aan. Dus ik denk dat ik daar nog twee, drie nieuwe pagina's ook nog online ga gooien. Dan ga ik ook nog een pagina maken van wat is juist een LAN Party. Daarom heb ik ook geen LAN Party nodig, want ik wil daar ook een hele mooie introductie van maken. Een heel mooi filmpje met het uitleggen wat een LAN Party juist is. Dus, maar ja, het gaat jammer genoeg even niet. En waarom gaat dat even niet, denken jullie? Oh, ik ben nog iets vergeten. Ik ben nog iets aan het vergeten, mensen. Ik ben nog iets aan het vergeten aan mijn vlog. Ik moet mijn vlog nog eerst opslaan. 925 al. Dus dit is al 926e vlog. Damn, dat gaat al redelijk snel. 926 dagen ben ik al van mijn eigen leven op internet aan het zetten. Toch niet normaal, hè? Niet normaal, hè? En, jawel, er is een vraag naar. Ik ga ze terug erbij halen. En dan gaan we dat eens alles doen. Dus in deze vlog. Omwille van dat het toch even geleden is, gaan we twee kaartjes nemen. Jawel. Van Trivial Pursuit vragen. Yay! Wat ik dan ook nog in mijn vlog kan integreren. Is. Ook, wacht hè. Moppen. Als jullie zeggen, oh ja, dat moet er ook nog in komen. Laat het hier in de reacties weten. Dus nu de Trivial Pursuit vragen. En morgen de antwoorden natuurlijk. In welk Afrikaans land vind je de Western Deep met 3840 meter de diepste mijn ter wereld? Ik herhaal. In welk Afrikaans land vind je de Western Deep met 3840 meter de diepste mijn ter wereld? Welke grijswitte rol vertolkt Ian McKellen in The Lord of the Rings? Ik herhaal, welke grijswitte rol vertolkt Ian McKellen in The Wall of in The Lord of the Rings? Hoeveel voeten pasten er in een Romeinse stap? Hoeveel voeten pasten er in een Romeinse stap? Tot welk dier groeit een vaars op? Tot welk dier groeit een vaars op?
Welk van onze cellen wordt nooit vervangen? Welk van onze cellen wordt nooit vervangen? Oeh. Ik hoop niet dat ik dat aan de hand heb. Dat is de hint. Bij welke tennisslag valt de bal wel binnen de lijnen, maar is hij te hoog voor de tegenspeler? Bij welke tennisslag valt de bal wel binnen de lijnen, maar is hij te hoog voor de tegenstander? Dit waren dus vragen nummer 1. We gaan nu naar kaartje nummer 2, omdat het toch redelijk lang geleden is. Welke land trekt 30% meer toeristen dankzij The Lord of the Rings? We blijven toch echt al in de filmsector van The Lord of the Rings, blijkbaar, vandaag. Welke VTM-koppelprogramma pikte met de kijktop van 1.336.000 kijkers? Welke VTM-koppelprogramma pikte met de kijktop van 1.336.000 kijkers? Was u daar één van? En tegenwoordig, hè, die miljoen kijkers, dat is toch niks meer tegenwoordig op YouTube. Miljoen views. Welke Romeinse keizer kennen we ook als stripfiguur? Welke Romeinse keizer kennen we ook als stripfiguur? Welke sprookjesmeisje sliep wel 100 jaar alvorens een prins haar zoenend wekte? Welke sprookjesmeisje sliep wel 100 jaar alvorens een prins haar zoenend wekte? Bij de aankoop van welk toestel let je op het aantal megabytes? Bij de aankoop van welk toestel let je op het aantal megabytes? Welke sport wordt met 6 spelers aan elke zijde van een net gespeeld op een rechthoekig terrein van 18 bij 9 meter? Ik herhaal, welke sport wordt met 6 spelers aan elke zijde van een net gespeeld op een rechthoekig terrein van 18 bij 9 meter? Bij deze, het zijn de Trivia Pursuit vragen gesteld. Ik zal zeggen, laat het hier in de reacties weten, jullie antwoorden. Dus zo gelijk, jullie stellen dat maar zo. Dus 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dus per nummerke, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan schrijven jullie gewoon de antwoorden erbij in. Wat ik hier juist heb gesteld te vragen. Bij deze, veel succes. En ik ga kijken, als ik de vragen terug op mijn website ga laten verschijnen, de Trivial Pursuit vragen, dan kan ik elke dag wel eens een nieuwe postje maken op mijn website. Yeah! Dat is ook weer een heel goed idee. Bij deze, ik ga nu terug aan mijn website werken. Dus de LAN Party Games toevoegen nog op mijn website, want daar is ook nog redelijk veel werk aan, jawel. En om 1 uur, dat komt al open. Thuis al vandaag langs, om 4 uur moet ik naar de kinesist. Om 7 uur moet ik ook nog vandaag naar de dokter toe gaan. Dus ik heb vandaag wel redelijk veel te doen. Dat hebben we allemaal. Kijkers. Jawel, we gaan zelfs nog een unpacking doen. Want ik heb weer al een pakketje aangekregen. Kijk maar mensen. Jawel. Hop. Maar zij mag het gaan unpacken. Wie is zij? Ik weet zelfs niet wat erin zit. Bea mag het dus gaan, hoe moet ik het zeggen, losmaken, kapot scheuren, de verpakking, en dan kunnen we zien wat erin zit. Ik ga jullie nog eens, wat ook nog heel lang geleden is, een timeslapje geven. Ik zal zeggen, geniet er maar van. Veel plezier! Sky, dancing to our favorite tune.
appartementje. Dank u. Ik heb je een pakketje gegeven, hè? Ja. En ik heb tegen de kijkers al gezegd dat je die mag openmaken. Doe maar. Ik weet zelf niet wat erin zit. Ja. Ja, Astrid van Open Thuis komt ook even langs. Voor op gesprek. Oh, dat moet snel zijn. Hè. Rustig op uw gemak. Amai. Hè, wat is dat? Oh, face shields. Voor mijn gezicht te beschermen. Zie je tijd als Astrid hier is. Kan ik daar kan testen. Leuk! Yay! Dankjewel! Waar heb je dat eigenlijk voor? Die hangen plakken aan. Dat is voor dit te beschermen. Hallo. Ah nee, het was voor hierop te doen. Hey! Voilà, ik ga je later. Zo, na het gesprek van Open Thuis hebben we hier snel nog naar de winkel gegaan. Dan naar de winkel hebben we hier nog even wat gegeten en gedronken. Ik en mijn schat. Hi. Hoi. Maar waar gaan we nu naartoe? Naar de kinesist. Voor wie? Voor jou. Dankjewel. Jee. Allee, mensen. Ik hoor het dus. Ik ga kine. Ja. Dus mij weer al laten verzorgen. Even rondom kijken als ik alles mee heb. Ja. Wat? Jij dacht dat je de kabel had gevonden, hè? Zoveel kabels dan nog niet hetzelfde. Nee, ik weet het. Ik heb veel kabels. Allee, tot ziens allemaal mensen. Dus we gaan nu vertrekken. Yo. Zo mensen, ik en mijn schat zijn juist ook naar mijn dokter geweest. Dit is de uitslag. Ik heb dus hier van boven heb ik blijkbaar een fratje. Wat dus die het druk geeft aan mijn hersenen. Daarbij is er nog iets naar boven gekomen dat ik hier ook een ontsteking heb onder mijn oorkast. Ik ga u één ding zeggen, allemaal niet leuk. Bij deze zijn jullie ook op de hoogte gesteld. Ik moet ook nog opbouwen met mijn medicatie. Dus ik moet nu van 5 milligram naar 10 milligram gaan. En op doktersadvies pas terug afbouwen. Mijn dochter gaat mij een maand lang opvolgen en sorry als de zoninval soms slecht is voor mijn camera, want dan word ik ook donker. Want dan gaat hij daarop focussen. Ja, voor de rest, ja. 31 augustus ziekenhuisbezoek. Dan en dan nog volgende week nog gewoon eens langs gaan, nog opnieuw naar de dokter toe. En nu zijn we naar Granos Isselon aan het rijden voor nogmaals, jawel, jullie kunnen het raden. Als jullie het nu al niet hebben gezegd, dan weet ik het nog niet. Ik hoor het jullie al zeggen, jawel, ik hoor het jullie allemaal zeggen. Ja, een milkshake, dat klopt. Dus op naar Jurgen Verano Ice Salon, die nu al de kerstmisstijl heeft uitgebreid. Dus de veranda staat nu ook al volledig vol kerstdecoratie. Dus kom zeker naar Jurgen's Christmas House als jullie ook al denken van ik ga ook al kerst inkopen doen, dan kunnen jullie dat hier ook doen. Stel dat er toch een lockdown moest komen in deze november, december. Ja, dan hebben jullie geen kerstdecoratie. Maar hier kunnen jullie dat nu al kopen. Op voorhand. Dus, toch wel mooi meegenomen, mensen. Voilà. Genoeg reclame gemaakt voor Verano IJssalon. Niet alleen een ijssalon, maar ook mooie kerstdecoratie. Ik ga u hier langs Jurgen zetten. Voilà, langs Jurgen in de auto. Dank u. Graag gedaan. Oei, je zit nog in de zon. Ja. Dat is niet erg. Ah, oké. Okay. Tot ziens allemaal. What's up? What's up? What's up? Je moet niet zo blij doen. Eigenlijk niet, nee.
Ik ga de vlog hier beëindigen. Want het is al 8 uur, 4 na 8. Met een hele mooie zonsondergang. Wauw. Ik moet er wel eerlijk toegeven met al die mooie zonnestralen door de wolken. Voilà, de Wereldman heeft er gesproken. Hè. Ik ga ten deze toch richting bedje en terug wat rusten. Ik ben moe. En jawel, vergeet het niet, hè. De Trifold Pursuit vragen te beantwoorden. Want ik heb er weer gesteld. Dat is ook weer al ingekomen. En dan wil ik ook wel eens een dasken eens dit doen. Wacht, hè. Hoe vind je mijn nieuwe broek? Vraagt Chris aan zijn nieuwe vlam. Nou, als die altijd zo open staat, prima! Oeh, dat is een doordenkertje. Dat is een doordenkertje voor af te sluiten bij deze. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online komt op mijn kanaal. En vergeet ook niet eens te abonneren op mijn schat haar kanaal. Hoe was dat weer, schat? Meest lachende meid 96. Ik krijg bevestiging van dat het goed is. Dus toppie, tot morgen, joe.